Welkom bij Plezier in de Keuken. Leuk dat je kijkt naar deze compilatie met stoofvleesrecepten uit de slowcooker. We beginnen met het stoofvlees met appel en Zwolse kruiden. Ik verwarm een klontje roomboter en pak daar 2 uien en 2 teentjes knoflook in. Ik schep alles goed om tot de uien glazig zijn. Ongeveer 500 gram sucadelappen voeg ik toe. Ik kruid de sucadelappen met een theelepel peper en een theelepel zout. Vervolgens gaan er nog 3 eetlepels Zwolse kruiden bij. Ik schep alles weer goed om, zodat de kruiden mooi mengen met het vlees en de sucadelappen rondom bruin gebakken worden. Geef een duimpje omhoog en abonneer je op mijn kanaal voor meer receptenvideo's. Ik voeg een grote winterpeen toe en 2 stengels bleekselderij. Nadat ik alles weer goed omgeschept heb, gaan er nog 2 kleine zoete appels bij. De appels zijn in partjes gesneden, zo vind je ze nog mooi terug in het vlees wanneer het gerecht klaar is. 200 ml runderbouillon gaat erbij en ik zet het deksel op de multicooker. Het stoofvlees ga ik slowcooken. Ik zet de multicooker aan op de slowcookstand met het ventiel open. En ik stel de multicooker 4 uur in op hoog. Maak je dit recept al eerder op de dag, stel dan je slowcooker of multicooker 6 tot 8 uur in op laag. Dit stoofvlees is voldoende voor 2 tot 3 personen. Wil je het dubbele maken? Verdubbel dan alle ingrediënten behalve de bouillon. Het stoofvlees is klaar. Wij eten dit graag met een stampot of met aardappelkroketjes uit de airfryer. En dan nu door naar het volgende stoofvleesrecept. Dit haché-recept uit de slowcooker is een van de eerste recepten die ik opnam. Ik begin met het verwarmen van een eetlepel arachideolie in de binnenpan van de slowcooker. Ik pak de uitjes tot ze glazig zijn. Nu voeg ik ongeveer 400 gram sucadelappen toe. Tijdens het bakken gaat er nog ongeveer een theelepel gemalen peper bij. De kruidenmix kan erbij. Ik heb een kruidenmix gemaakt van 1 theelepel chilivlokken, 1 eetlepel nootmuskaat, 1 eetlepel gemberpoeder, 1 theelepel knoflookpoeder, 4 kardemompeulen en 4 kruidnagels. Gebruik je liever een kant-en-klare kruidenmix? Kijk dan goed of het voldoende is voor de hoeveelheid vlees die je maakt. De rest van de ingrediënten kunnen er nu bij. Ik voeg 2 laurierblaadjes toe, 33 centiliter donker bier, 1 bouillonblokje,
een eetlepel balsamico-azijn en één plak ontbijtkoek. Wil je een eenpansgerecht maken van dit recept? Voeg dan wortel en rijst toe en zet dan de slowcooker 6 uur aan op laag. Het deksel mag op de slowcooker en ik zet de slowcooker 6 uur aan op laag. De haché is klaar. En van het haché recept gaan we door naar goulash uit de slowcooker. Ik verwarm een klontje boter in de binnenpan. Vervolgens voeg ik 2 gesnipperde uien toe die ik langzaam bak tot ze glazig zijn. Nu mogen de spekreepjes erbij. Dit zijn 125 gram gerookte spekreepjes. Na ongeveer 5 minuten zijn de spekjes gebakken en mag er ongeveer 1,5 kilo sucadelappen bij. Het vlees bak ik om en om zodat ze rondom mooi bruinen. Ik voeg nu 1 eetlepel paprika poeder, 1 eetlepel karwijzaad, 1/2 theelepel zout en 1/2 theelepel peper toe. Ik schep alles weer goed om zodat de kruiden meebakken. Nu begint het gerecht wel echt naar goulash te ruiken. Er mag 70 gram tomatenpuree bij en ik schep alles goed om. De laatste ingrediënten gaan erbij. Ik voeg 2 teentjes knoflook toe en meng alles weer. Zo blijf je het vlees nog aanbraden. Drie puntpaprika's voeg ik toe en daar gaat 250 ml runderbouillon overheen. Om de bouillonsmaak wat sterker te maken, heb ik 1 blokje gebruikt op 250 ml water. Normaal gesproken gebruik je 1 blokje op 500 ml water. Ten slotte gaan er nog 2 laurierblaadjes bovenop.
het deksel mag erop. Ik gebruik een multicooker en zet hem aan op de slowcookstand. 8 uur op laag met het ventiel open. Vind je het leuk om op de hoogte gehouden te worden van mijn recepten? Abonneer je dan via de abonneerknop. En geef een duimpje omhoog als je nog steeds aan het kijken bent. Wist je dat je ook vragen kunt stellen? Laat een reactie achter onder deze video of onder een van mijn andere video's en ik beantwoord graag je vragen. De goulash is klaar. Het vlees is heel mooi zacht en valt uit elkaar als je er met je vork in gaat. Wij eten deze goulash graag met rijst en extra paprika. Het volgende recept wat ik laat zien is Italiaans stoofvlees. Ik verwarm een klontje boter in een hapjespan en bak daar 2 uien in. Ik voeg 150 gram pancetta toe. Twee knoflookteentjes gaan daarbij en ik schep alles weer goed om. Ik voeg 1 kilo runde riblappen toe en pak het vlees rondom bruin. Vlees kruid ik met een snuf peper, zout en 1 theelepel oregano. Ik schep alles in de binnenpan van de slowcooker en zet de binnenpan vervolgens in de slowcooker. Een blikje tomatenpuree van 70 gram mag erbij. 300 gram champignons voeg ik toe en ik schep alles weer zorgvuldig om. Er gaat nu 100 ml witte wijnazijn bij en een bosje verse Italiaanse kruiden. Het deksel mag op de pan en ik zet de slowcooker 8 uur aan op de lage stand. Het Italiaans stoofvlees is klaar. Wij aten het met verse pasta en geraspte kaas. Dit is een ontzettend lekker recept wat zeker in de smaak zou vallen bij vlees- en pasta-liefhebbers. We gaan door naar het volgende recept, stoofvlees met bonen en rijst. Dit is een recept van dagelijkse kost wat ik graag kijk op tv. Heb je het programma wel eens gezien en wat vind je ervan? Laat het me weten door een reactie achter te laten.
Ik bak een gesnipperde ui in een klontje boter. En je kunt ook plantaardige boter of olie gebruiken. Voeg ongeveer 600 gram sukkaanlap toe en kruid het vlees met peper en zout. Na het omscheppen kruid ik het nogmaals. In totaal gaat er ongeveer een theelepel peper en een theelepel zout bij. Er gaat een teentje knoflook bij en ik schep alles weer goed om. Ik voeg 1 theelepel paprika toe en 1 theelepel komijn. Ik zorg dat het vlees goed bedekt is met de kruiden en de tomatenpuree en nu mogen er 3 rode paprika's bij. De bakstand van de multikoeken zet ik uit en de rest van de ingrediënten gaan erbij. 5 eetlepels olijven, 5 theelepels kappertjes. De kruiden die ik gebruik stop ik in een kruidenkip. Je kunt ook een kruidenbuidel gebruiken of een thee-ei. En dan bij voorkeur een siliconen-ei. Ik voeg nog 800 gram tomatenblokjes en 200 ml runderbouillon toe. De multikoeken zet ik aan op de slowcookstand 4 uur op hoog. Wil je de slowcooker langer aanzetten, stel hem dan 6 tot 8 uur in op laag. Nu bak ik de bonen. Ik fruit een rode ui in een eetlepel zonnebloemolie. Daar gaat een halve theelepel knoflookpoeder bij. Ik voeg een theelepel sambal toe en 800 gram zwarte bonen. De bonen heb ik van tevoren afgespoeld en uitgelekt in een vergiet. De bonen kruid ik met een theelepel zout en na een paar minuten bakken is het klaar. Heb je geen tijd of zin om de bonen los van het stoofvlees te bakken, voeg het mengsel dan toe aan het stoofvlees en laat het meegaren in de slowcooker. De rijst heb ik vlak voor het stoofvlees klaar was gekookt. Je kunt de rijst ook ruim van tevoren koken en verwarmen met het stoofvlees door het eroverheen te scheppen. We gaan door met het laatste recept, zuurvlees uit de slowcooker. Het is mijn eigen versie, gebaseerd op het zuurvlees wat mijn oma altijd maakte. Ik smelt een klomp boter in de binnenpan van de slowcooker. Het vlees mag erbij. Ik gebruik 600 gram sukkaanlappen.
vlees kruid ik tijdens het bakken met 1 theelepel zout en 1 theelepel peper. Wanneer de sucadelappen rondom bruin zijn aangebraden, voeg ik 2 laurierblaadjes, 3 kruidnagels, 2 volle eetlepels appelstroop en 125 ml natuurazijn toe. Ik verdeel 2 plakken peperkoek in stukjes over het zuurvlees. De slowcooker kan nu aangezet worden. Voeg je graag nog wat groente toe, dan kun je, zoals ik in dit recept, broccoli toevoegen. Dit is uiteraard optioneel. Ik heb er 500 gram broccoliroosjes bij gedaan en de slowcooker kan nu 6 uur aan op de lage stand. Het zuurvlees is klaar en smaakt heerlijk bij gebakken aardappeltjes. Bedankt voor het kijken naar deze 6 stoofvleesrecepten uit de slowcooker. Geef een duimpje omhoog als je dat nog niet gedaan hebt en laat een reactie achter onderaan deze video. Ben je benieuwd naar mijn volgende recepten? Abonneer je dan op dit kanaal via de knop onderaan deze video. Tot een volgende keer en veel plezier in de keuken!